Kort bij het centrum van Os lag in het verleden het vroegere Bergos. Bergos was van oorsprong een weverij, later tapijtfabriek. De oprichter was de familie Van den Berg uit Os. In de huidige nieuwbouwwijk, het Bergkwartier, rest nu nog een gedeelte van de oude muren en de contouren van het karakteristieke shed of zegtomdak. Het is industrieel erfgoed. In dit unieke en historisch plekje vindt het Zandsculpturenfestival Brabant plaats. Het thema van het festival is een reis door de tijd. Gelijk bij binnenkomst, nog voor de kassa, leest een holbewoner op zijn Apple. Rond de 800 ton aan zand was er nodig om deze reis door de tijd te verwezenlijken. 2 weken waren er nodig om al dit zand om te toveren tot zo'n 30 sculpturen. Verschillende kunstenaars uit diverse landen werkten eraan mee. We krijgen eerst uitleg over de fases die er worden doorlopen tijdens het creëren van de sculpturen. We mogen zelfs voelen hoe het zand voelt. We beginnen deze reis door de tijd in de prehistorie. Via grote dieren die 1000 jaar geleden deze aardkloot bevolkten, komen we terecht bij de Griekse goden. Van reizen door de tijd kan je ook nat worden. De Olympische Spelen duurden vroeger maar 5 dagen en werden altijd in Olympia gehouden. De Romeinen hadden al een efficiënt leger en wilden de hele wereld aan hun voeten krijgen. Ook gingen de Romeinen graag in bad. De vorst van Os had een eigen grafheuvel in Os. Het was wel 50 meter in doorsnee. Hij werd met zijn paarden en al begraven. Kastelen hadden het formaat van een klein dorp. Niet alleen de edelman en zijn familie, maar de hele hofhouding woonde er. De kruistochten door de christenen stonden onder leiding van de paus. Deze meneer, Francisco Pizarro, werd heerser van het Inca-rijk. En Leonardo da Vinci kon van alles uitvinden, scheppen, ontwerpen en nog veel meer. Maar veel werd er niet gemaakt of uitgewerkt. Het was te duur. Was toen ook al.
Wie kent hem niet, deze zeevaarder en ontdekkingsreiziger? Willem Beyens was zijn concurrent. Hij koos meestal voor de korte route. De Franse Revolutie is het einde van de monarchie en het begin van de republiek. De Spaanse Columbus ontdekte Amerika. Het VOC was rond 1600 een handelsonderneming en had een monopolie op overzeese handel. Wat de toekomst brengt is alleen maar gissen. Tijdreizen heeft met snelheid van het licht te maken. Marie Antoinette was ooit koningin van Frankrijk. Os kende in het verleden een bloeiende industrie, onder andere Bergos, Unox, Jurgens en Organon. In 1765 de uitvinding van de stoommachine. Een stel wielen eronder en voilà, de trein was geboren. Nederland kende een aantal grote schilders. Van Gogh was er eentje van. Albert Einstein was een natuurkundige en ontdekker. De Tweede Wereldoorlog was bruut. In deze oorlog verloren veel mensen het leven. En zo belanden we geleidelijk aan in het huidige tijdperk. De technische evolutie, de uitvinding van de chip, computer, verlichting enzovoort. De toekomst is onbekend en daardoor ver weg. Het is alleen maar gissen. We kunnen dromen over later, verder zoeken en visioenen hebben. Of denken dat er nog andere wezens zijn dan wij.